Hallo, ik ben Micha van Zwembad.eu. Ik ga jullie een woordje uitleg geven over onze handige aansluitsets. Bij al onze Sfera-filters zit er deze 6-wegkraan bij. En we gaan dan een aansluitset nodig hebben om deze filter, eventueel in combinatie met een pomp, aan te sluiten op je zwembad. Zoals je kan zien is er de aansluitset A, B en C. We gaan deze even opensnijden. Zoals je kan zien zitten hier twee PVC-stukken bij. Dit is eigenlijk om de pomp en de zandfilter te verbinden met een 2-inch koppeling van Bestway of Intex. Dat zijn de slangen met een schroefkoppeling. Wat zit hier nog bij? Twee dichtingsringen. Ook om hier op de 2-inch aansluiting tussen de slang van Intex en Bestway te plaatsen. Wat hebben we nog? Een tube Philiplast. Dat is om alle schroefdraadaansluitingen waterdicht te bevestigen. Wat wil dat zeggen? Alle schroefdraadaansluitingen waar dat dan geen rubber aan zit, zoals deze, de 2 inch waar dat rubber aan is, maar de 1,5 inch dat u gaat aansluiten op de filter. Dus u doet de Philiplast open, zet een tube in en u gaat eigenlijk met die tube één laagje aanbrengen op de schroefdraad aan de voorkant. U gaat dan de koppeling in de filter draaien en dan gaat u de Philiplast hier een beetje zien uitkomen. U laat dat 24 uur drogen en dan bent u zeker van een waterdichte aansluiting. Wat hebben we dan nog? Een potje lijm. Dit is om alle PVC-onderdelen met elkaar te verbinden. Wat wil dat bijvoorbeeld zeggen? Alle verbindingen met een pomp, dus alle PVC-leidingen dat u moet plakken, kan u met deze lijm eigenlijk verbinden. Dus wat moet u doen? Opschuren, ontvetten en lijmen. Beide kanten. Ook wat dat belangrijk is, aan de binnenkant van een filter zit bijvoorbeeld zo'n verdeler. In de grotere filter zit er een grotere met allemaal kleine pijpjes. Maar deze buis moet ook met de verdeler verbonden worden. Wat zit er nu in de aansluitset B? Even opensnijden. Hier zitten aansluitingen in 32, 38. Deze dienen om een zwembad met aansluiting 32 en 38 te verbinden met een Sfera zandfilter. Ook op dezelfde manier Philiplast aanbrengen op de schroefdraad, één laagje en in de filter draaien. Zoals ik kan zien zit er hier een PVC-koppeling bij om te lijmen. Dit kan u dan doen met onze PVC-lijm dat ook in het doosje zit. Dan hebben we als laatste nog een aansluitset C. Zoals u kan zien zit hier een driedelige koppeling in met schroefdraad, dat u ook met de Philiplast kan bevestigen op de filter. En, zoals u kan zien, een aansluiting van 50 mm dat u kan verlijmen met de lijm die dat in het doosje zit. Met deze handige sets kan u in principe alle soorten van zwembaden aansluiten op onze Sfera-filters. U kan dus zelf kiezen welke set u nodig heeft. De 32, 38 mm, de 50 mm aansluiting in PVC flexibel of harde buis, of de 2-inch schroefkoppelingen van Intex of Bestway. Wat ook wel handig is, dat is bij de waste-aansluiting aan deze zijde, dat u de PVC-koppeling er zo indraait, ook een beetje Philiplast aan doet. En dan kan u optioneel ook nog een verbinding maken met de riool-aansluiting of ja, ergens waar dat u het water wilt lozen van uw filter. Dat is een heel handige buis die je gewoon kan ja, hierop aansluiten en dan met een spanring eigenlijk zo kan bevestigen om zo dan tot 15 meter lang het water ergens naartoe te voeren. Zo, ik hoop dat u hiermee wat meer info heeft over onze handige aansluitkits. En als u nog meer info wenst, kan u altijd langskomen in de winkels of een mailtje sturen of een belletje geven naar onze klantendienst. Tot ziens!